Zo, goedemiddag allemaal. Het is vandaag donderdag 30 mei 2019, Hemelvaartsdag. Nou, een prachtige dag om een poging te nemen om deel 3 te maken. Wat gaat over de weg naar vrijheid. Vrijkomen van verslavingen, van allerlei vormen van verslavingen. Zonden, zorgen, angsten, depressies, teleurstellingen, minderwaardigheidscomplex, noem het maar op. Alles wat negatief is eigenlijk. Eigenlijk wat verdriet brengt, wat pijn brengt, wat zorgen. Wat je een negatief gevoel geeft, geen blij gevoel. Daar mogen we vrij van komen. En met dit woord, deze boodschap, mag ik je die vrijheid brengen. Ik geloof ook dat het gaat helpen. Ik heb al 2 delen mogen uitbrengen en ik geloof echt, lieve mensen, dat het je vrij gaat zetten en dat het je in zo'n geluk en vrede zal plaatsen en zo'n blijdschap dat je verbaasd zal staan. Echt waar, ik beloof het je. Ik kan het je beloven, want het is wat Jezus belooft. En wat Jezus belooft, dat doet Hij ook echt. Hij is geen leugenaar. Er is maar één die getrouw is en dat is God. Er is maar één die getrouw is en dat is Jezus. Alles wat Hij zegt in zijn woord is de waarheid. En het woord zegt ook, Jezus is de waarheid. Hij is de waarheid, Hij is de weg, Hij is het leven. Dus als je op zoek bent naar jouw weg in jouw leven en jouw leven en naar de waarheid, dan kan je die vinden in Jezus. Ik heb het ontdekt. Ik ben altijd al christen geweest vanaf geboorte. Gedoopt, als kindje, als babytje, belijdenis van het geloof gedaan. Enorm gebonden geweest vervolgens. Dat begon al in mijn jeugd. Ik heb het al in de vorige deel al even benoemd. Maar enorm gebonden geweest aan de verheerlijking van de vrouw, laat ik het zo zeggen. En daarna de verlustiging van de vrouwen. En op mijn 36e heeft God mij bevrijd. Echt bevrijd. Alleen die bevrijding, en in dat jaar heb ik 36, ja, daar heb ik me ook mijn leven aan Hem gegeven. Heb ik eindelijk ontdekt dat ik wel in Hem geloofde, maar dat ik nooit mijn leven aan Hem had gegeven. Mijn hart aan Hem had gegeven. Dat ik Hem nooit had uitgenodigd om in mij te komen wonen. Hem uitgenodigd in mijn hart, de Heilige Geest uitgenodigd. En ik heb me toen laten dopen. En ben met Hem opgestaan, met Hem gestorven en met Hem opgestaan uit de dood, zoals de Bijbel zo heel mooi vertelt. En vanaf dat moment wist ik, was ik vrij. Alleen heeft Satan toch geprobeerd mij jarenlang vast te houden en te doen geloven dat ik niet vrij was. En dat is hem heel lang gelukt. Ik bleef me wel, God is wel met me verder gegaan. Ik bleef zoeken naar God, zeg maar, zoeken naar die echte vrijheid, want ik dacht echt ook dat ik toch nog niet helemaal vrij was. En het is eigenlijk pas mei vorig jaar dat ik ineens door had wat Satan aan het doen was. Dat hij bezig was mij zijn leugens te doen geloven, zeg maar. Dat ik dacht tot die tijd dat ik nog niet vrij was. Ik heb het in de vorige series ook verteld, dat ik het idee had van hij laat me, laat ik het zo zeggen, gewoon heel concreet. Als ik aan het bidden was, zag ik nog steeds die vieze plaatjes, plaatjes van lust. Die zag ik nog steeds voor mijn ogen, al door weer, als ik mijn ogen dicht deed en ik was aan het bidden. En ik wist niet hoe dat kon en hoe dat kwam. En pas vanaf mei vorig jaar liet God mij zien dat het werk van Satan en zijn demonen was die mij die beelden lieten zien. Om mij te doen geloven dat ik nog niet vrij was, maar ik was wel degelijk vrij. En ik heb sleutels ontvangen om die leugens, om daar tegenin te gaan. Kijk, het bijzondere eigenlijk is, in al die jaren,
was ik eindelijk twijfelde ik. En doordat ik twijfelde of ik nou wel of niet vrij was. Want ik heb heel vaak gewoon weer opnieuw mijn zonde beleden en mijn schuld beleden natuurlijk, elke keer als het fout ging. En ik merkte ook in die jaren dat ik echt last had nog van mijn ego. En dat het toch nog veel te veel om mij ging. En er is een heel mooi liedje van Jason Upton, waarin hij een gesprek met God uitbeeld, zeg maar, in zijn lied, in woorden. En dat God zegt van, dat Jason Upton, die zingt daarvan, dat hij graag in het leger van de Heer wil zijn. En dan zegt de Heer tegen hem, ja, maar er is een probleem. Je lijkt nog te veel op je vijand. Als jij in mijn leger wilt zijn, dan zal je jouw eer moeten verwerpen. Jouw eigen ik, je ego. Want de vijand, dat is de ego. Daar komt de ego vandaan. En als wij gewoon nog te veel op hem lijken, als het nog steeds om mij gaat, om mijn ego, dan ben ik niet geschikt in het leger van de Heer. Zo simpel is het. Want het leger van de Heer is geen strijd met het zwaard, zoals Jezus ook tegen Petrus zei en tegen zijn apostelen. Het is een geestelijke strijd. Het is een strijd van liefde en nederigheid. Geen valse nederigheid, want daar kunnen we ook last van hebben. Nee, nederigheid. En overwinning door liefde. Liefde overwint alles. Als liefde echt is, als we de, het is de bedoeling dat wij namelijk zijn liefde ontvangen. De liefde van God, die hij uitstort in ons hart. De agape liefde, die stort hij in ons hart. Op het moment dat wij ons leven aan hem geven. Als we hem uitnodigen in ons hart. Als wij ons hart aan hem geven. Spreuken 23, vers 26 is het geloof ik. Zegt God ook van, mijn zoon, geef mij je hart. Zodat je ogen zich zullen verheerlijken in mijn wegen. Dus dan zul je zien hoe God ziet. Dan zul je zien hoe God jou ziet. En de weg die hij met jou wil gaan. Dat zijn, is een prachtig woord daar al, wat aangeeft dat het gaat om je hart, om leven vanuit zijn liefde. Dat we zijn liefde ontvangen in ons hart. En als die liefde is, dan kunnen wij onvoorwaardelijk lief hebben. Dezelfde liefde die Jezus liet zien. En ja, ik, en daar wil ik het over hebben, want ja, als ik puur kijk naar mezelf, hè, wat ik net zei, in die 12 jaar had ik erg last van mijn ego. Ik was niet zeker of ik wel echt vrij was. En die beelden, ik dacht van, hoe kan dat toch? En elke keer beleed ik me weer met zonde en knielde ik neer. En, ja, ik vergaf, ik vroeg om vergeving van mijn zonde en of die me vrij wilde zetten. En elke keer weer voelde ik eigenlijk niks. Zo van, dit is geen verandering. Ik voel geen verandering. Dus ik was onzeker. Er was een afstand tot God. Dus al die jaren had Satan het voor elkaar gekregen dat er een afstand was tot God. Ik leerde wel hoor. Ik had prachtige bewegingen. We gingen naar conferenties. We deden dit, dat, zo. Luisterde naar die. Ik was veel met God bezig. Maar toch wel een beetje op een veilige afstand. Want ik voelde me schuldig. Ik weet nog wel dat ik een aantal jaren terug, ik denk, dat zal inmiddels dan een 3 jaar, 2,5 jaar geleden zijn, dat ik bij een geweldige man en vrouw was. En die waren voor ons aan het bidden, we waren samen aan het bidden. En we waren door een proces van bevrijding aan het bidden. En toen vroeg, ik weet niet meer precies hoe het ging, maar het kwam op neer van, wat hoor je nu? Ben je schuldig of onschuldig? En ik zei, guilty. En hun moesten lachen, maar je bent helemaal niet schuldig. Maar ik snapte het nog niet. Hoezo ben ik niet schuldig? Ik zie nog steeds die beelden voor mijn ogen. Ik voel me nog steeds schuldig. Maar het was een leugen. Ik was niet schuldig. Jezus had die schuld al lang betaald. Hij had die zonde al lang vergeven. Ik was vrij, alleen ik zag het niet. Ik was verblind. Maar Jezus had mijn ogen nog niet geopend.
Maar sinds mei vorig jaar heeft hij mijn ogen geopend en mag ik weten. En weet ik dat ik vrij ben. En vanaf dat moment eigenlijk, toen hij me leerde, en ik heb in het vorige deel uitgelegd hoe dat werkt met die, dat Satan en zijn demonen, die zijn erop uit om ons tegen te houden. Dat we maar niet de volle waarheid gaan pakken. Dat we maar niet gaan zien wie we zijn in Christus. En waarvoor we geroepen zijn. En hij doet er alles aan, echt waar. Hij doet er alles aan om ons maar niet te doen geloven wat God zegt, dat dat de waarheid is. En wat hij ons belooft, dat hij dat ook echt belooft. En dat we het echt gaan geloven. Hij zal er alles aan doen, dat wij dat maar niet geloven. En, maar het wordt tijd om op te gaan staan. En ons te richten niet op datgene wat we zien, maar op datgene wat het woord zegt, wat Jezus tegen ons zegt. Wat hij ons belooft, want hij is de waarheid. De woorden van Jezus, het wordt tijd dat we dat gaan geloven. Als Jezus zegt, wie in mij gelooft en in de dingen die ik doe, zal dezelfde doen en meer. Dan mogen we dat zien als een uitnodiging, als een bemoediging, als woorden van waarheid. Ja, het is waar wat hij zegt. Er is één persoon die liegt. En de Bijbel beschrijft dat ook duidelijk. Er is maar één leugenaar en dat is Satan. Hij loog vanaf het begin. En hij probeert ons te doen geloven dat het niet mogelijk is. Maar als Jezus het zegt, wie zijn wij dan om te zeggen van het is niet waar? Dat is Satan die dat zegt. Die leugen moeten we niet geloven, want Jezus, wat hij zegt, zijn de woorden van de Vader. Het is de Vaders verlangen dat wij wandelen als Jezus. Dat wij leven als Jezus. Dat wij vrij zijn van die leugen en van die geaardheid, van die ego, ook van onzekerheden. Dat we vrij zijn van onze oude natuur. En dat we wandelen in Christus. 1 Johannes 2 zegt heel duidelijk, wanneer zijn we in hem? Wanneer zijn wij in Christus? Wie in Christus is, wie beweert, wie zegt dat hij in Christus is, die wandelt en die leeft zoals Jezus dat deed. Dat staat er in Johannes 2. De eerste keer dat ik dat las, had ik zoiets van, oh Heer, maar ik wandel en ik leef helemaal niet zoals u. Nee, niet volledig. Zeker, ook nu nog niet. Maar er vindt wel een groeiproces plaats. En een geloof, een verandering van denken, een vernieuwing van mijn denken, die gevoed wordt door Jezus, door de Heilige Geest, die zegt van het is mogelijk. Volhard in je geloof. Er zijn hele mooie stappen in de Bijbel. 2 Petrus geeft een hele mooie reeks weer van stappen. In het Engels staat er zo, add to your faith, goodness. Hè? Voeg toe aan je geloof, goedheid en aan goedheid. Vriendelijkheid, nee. goodness. En dan, nou ja. Kennis, knowledge. En dan knowledge, self-control. Dus zelfbeheersing. En zelfbeheersing, perseverance, volhardendheid. Dus volharden. En naar perseverance, goddelijkheid. Dus kijk, daar willen we naartoe, dat we gaan lijken op het beeld van Jezus, wat de bedoeling is. Ik zal het allemaal nog uitleggen. Ik heb het ook al in de vorige delen gezegd, maar het is echt de bedoeling, lieve mensen, dat wij gaan lijken op Jezus. Dat we worden als Hij. En ik kom erop terug. Dus van volharding gaan we lijken op goddelijkheid. Gaan we naar Hem, gaan we wandelen zoals Hij dat deed. En dat is vooral de liefde, lieve mensen. Dat is liefde, wandelen vanuit onvoorwaardelijke liefde. Want de liefde legt hete kolen op de hoofden van je vijand. Van degene die jou haten en die jou vervolgen of wat dan ook. Of die je proberen neer te halen. Liefde overwint alles. Niet je ego, echt niet. Want dan vecht je voor jezelf. Liefde is onvoorwaardelijk. Dus volharden. En dan komt goddelijkheid.
En dan naar die goddelijkheid, ja, in het Nederlands staat volgens mij vroomheid. Maar in het Engels, ik luister alleen maar de Engelse vertaling, omdat ik geen... dat is op dit moment voor mij het enige wat mogelijk is eigenlijk. Daar staat godliness. Ik vind het prachtig, godliness. Dat zal lijken op God. En dat is ook de bedoeling. Adam en Eva waren gemaakt in het beeld en de gelijkheid van God. Waren in zijn beeld. En dat beeld is de liefde. Ook daar weer de liefde. En dat is verloren gegaan. Dat beeld. Ze waren losgerukt van God. Doordat ze ineens de vijand geloofden. Satan. Ze gaven hun hart, hun geloof eigenlijk, hun vertrouwen... legden ze bij Satan neer. En vanaf dat moment was het verbroken met God. Dat beeld was verstoord, was gebroken. En Jezus kwam om dat te herstellen. Is niet prachtig? Na die goddelijkheid komt mutual affection, dus liefde eigenlijk voor iedereen. Of affection. Affection is ook meer bewogenheid voor iedereen. En de laatste stap is mutual affection, geeft liefde. En dat is de agape-liefde, de zuivere liefde. En dan staat er, het is 2 Petrus waar ik het over heb. Als wij deze eigenschappen in een grotere mate gaan bezitten, dan zullen we niet langer ineffectief en onproductief zijn. Maar dan zullen we productief en effectief zijn in ons geloof. En dan zullen we de wonderen en de tekenen en de liefde van God zien vloeien door onze handen, door onze woorden, door ons leven heen. Stromen van levend water zullen uit ons binnenste komen. We zullen woorden van leven spreken en we zullen niet langer veroordelen, ook onze broeders en zusters. We zullen ze verhogen, we zullen ze liefhebben, we zullen ze toejuichen, we zullen ze bemoedigen, we zullen ze aanmoedigen. We zullen liefde geven en we zullen ze vrijzetten met waarheid en liefde. En ik ben zo dankbaar. Ik ben echt zo dankbaar. Ja, ik merk de vrijheid in mijn leven, die is zo groot geworden. Ik merk dat die ego, die soms nog wel eens een beetje naar boven komt, dat God me dat meer laat zien. En dat ik hem, de Bijbel zegt dan ook, dat wij de daden en de werken van het vlees moeten doden. Als we eenmaal opnieuw geboren zijn, dan zijn wij... uit het duisternis, dan heeft hij ons uit het rijk van de duisternis, het domein van de duisternis gehaald en in het koninkrijk van zijn zoon. Colossenzen 1, en ik heb het laatst ook nog gelezen in Efesius ergens, misschien 1, 2, ik weet het niet meer precies, maar nou, eigenlijk staat het overal. Het woord is doordrongen met die vrijheid, het is echt prachtig. Dus hij plaatst ons in het koninkrijk van zijn zoon en daar is vrijheid. Waar de geest is, dus het 2 Korintiërs 3, dat spreekt over het oude verbond, het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is de verbond met de geest en de geest is de Heer. Het staat er verderop ook in 2 Korintiërs 3, het verbond met de geest is ook het verbond met Jezus. En we moeten ons richten op de geest, Romeinen 8, wie in het vlees is, richt, heeft zijn gedachten gezet op het vlees. Dat is wat ik had toen ik nog niet op geboren was. Toen ik nog verslaven was aan de pornografie. Toen was ik gericht op het vlees, want ik wandelde in het vlees. Ik kon niet vrijkomen, want ik had mijn leven nog niet aan hem gegeven. Ik was nog niet met hem gestorven. Ik was nog niet met hem opgestaan. Dus mijn gedachten waren gericht op het vlees. Hoewel mijn hart wist, dit is niet goed en ik wilde er vrij van komen. Maar het lukte gewoon niet. Het is het voorbeeld... Het laatste heb ik het nog gelezen, Romeinen 7, die een heel groot van de kerk doet denken dat we zondig en slecht zijn. En dat we van onze natuur zijn, we zondig en slecht. Dat klopt, we zijn vanuit onze natuur, vanuit onze oorsprong, vanuit geboorte, zijn we zondig en slecht. Maar wie zal ons vrijzetten daarvan? Dankzij aan God, dank aan God, door zijn Zoon, Jezus Christus. Daar eindigt Romeinen 7 mee. En als je 6 leest daarvoor en je leest 8 erna en 5 ervoor en zelfs dat eerste stukje van Romeinen 7, dan zie je dat het gaat om dat we vrijkomen juist van de zonde. En dat stukje onderaan 7,
Toen ik dat laatst lag, toen dacht ik, dat was ik toen ik vast zat in het vlees. Toen ik vast zat in de zonde. En dat is ook wat dat stukje vertelt. Het vertelt een stukje verleden. Toen we nog zondaars waren. Toen ik nog slecht was. Toen ik vast zat en goed wilde doen, maar het lukte niet. Wie kon mij vrijzetten? Dank aan God door Jezus, zijn Zoon. Die heeft me vrijgezet. En dat is er gebeurd in 2006. Hij heeft me helemaal vrijgezet van die leugen. Maar wat ik al zei zo net, die periode daarna, Satan deed mij doen geloven dat ik nog niet vrij was. Ik was nog niet vrij van de ego, wel van die lust. Ook al is dat nog vaak misgegaan door die leugens, al die leugens. Ik snapte nog niet hoe Satan te werk ging, maar nu weet ik het inmiddels wel. Nu weet ik wat het echt betekent om vrij te zijn. Mijn hart en mijn gedachten zijn getransformeerd. En ze zijn vol met Gods liefde. En ik mag wandelen in zijn liefde. En het is ook alleen maar gericht op de geest. En dat is ook wat Romeinen 8 zegt. Het zegt, wie in het vlees wandelt, die is gericht op het vlees. Die zijn gedachten. En wie in de geest wandelt, die is gericht op de geest. En dat is ook echt waar. Dat is zo mooi. Als je de geest hebt ontvangen, staat er ook, dan mag je een kind van God zijn. Dan ben je een kind van God. Dan ben je opnieuw geboren. En daar wil ik nu even naartoe. Dat is een stukje identiteit. Ik had het net ook al even over de ego. Wat is even handig? Even een slokje water wellicht. Die ego, ja, misschien toch even daar iets over zeggen eerst. Omdat ik, daar had ik ook echt last van, die ego. Laat ik daar eerst even heen gaan, want ik heb in de vorige hoofdstukken al wel, met de vorige delen, sorry, vorige twee delen heb ik wel gesproken over opnieuw geboren worden. Het woordje zo geweldig is. Als je het niet hebt gehoord, echt, ik raad je aan om deel 2 en deel 1 te luisteren. Omdat die je bemoedigen in een stukje vrijheid. Johannes 8 zegt heel duidelijk, wie de Zoon vrijzet is waarlijk vrij. En dat is echt waar, lieve mensen. Wie de Zoon vrijzet is waarlijk vrij. Ik heb het echt gemerkt. Ik merk nu dat ik echt helemaal vrij ben. En dat ik in het koninkrijk wandel. Want dat is ook echt zo. Ik had het zo net ook nog aan mijn vrouw uitgelegd weer. Van, kijk, in Johannes 3. En ik kom zo terug op de ego. Maar in Johannes 3. Laat ik beginnen met Johannes 1. In Johannes 1. Ik wil het toch even benoemen nogmaals. Hoe belangrijk het is dat we snappen wat er eigenlijk aan de hand is. Dat we snappen en begrijpen hoe we een kind van God kunnen worden. Want het is belangrijk om te weten, hoe word je zijn kind? Kijk, wij zijn allemaal uit zonde geboren. We zijn allemaal geboren uit een mens. Allemaal vanuit die zondeval, hè, van waar het fout ging, bij Adam en Eva, daar vanuit zijn we allemaal geboren. Hoe word je dan vervolgens uit God geboren? Hoe word je zijn zoon of zijn dochter? Johannes 1 legt dat heel. Daar begint het eigenlijk. Daar wil ik ook nu even mee beginnen. Johannes 1 zegt dat hij geeft ons de mogelijkheid. Dus er is een mogelijkheid om zijn zoon of dochter te worden. Oké, dat is interessant. We kunnen dus zijn zoon of dochter worden. Hoe dan? Daar staat, door geboren te worden, niet uit het natuurlijk proces, of de wil van de mens, of de wil van je papa, of je mama, zeg maar. Nee, hij noemt er 3 menselijke voorbeelden, zoals de mens geboren wordt uit de mens.
Dus dat het natuurlijke, hè, de natuurlijke bevruchting, of die nou goed of kwaad bedoeld is, of niet gewenst of wel gewenst. De natuurlijke geboorte benoemt hij daar heel duidelijk. Dat is niet de manier om kind van God te worden. Nee, zegt hij, niet daaruit, maar door geboren te worden uit God. Dus we worden allemaal geboren als mens, maar om zijn zoon of dochter te worden, moeten wij uit God geboren worden, staat er. En dan gaan we naar Johannes 3. Daar legt Jezus uit aan Nicodemus, voorwaar ik zeg u, niemand, dus wie? Iemand? Uitgezonderd? Nee, niemand kan het koninkrijk van God zien, tenzij hij opnieuw geboren wordt. Kijk, daar zegt God dus, of daar zegt Jezus, dat is eigenlijk ook God hoor, want alles wat Jezus zegt, zijn de woorden van de Vader, de woorden van God. Je moet opnieuw geboren worden. In Johannes 1 werd het al uitgelegd. Geboren worden, zodat je zijn zoon, zijn dochter wordt. Geboren uit God. Opnieuw geboren worden. Als je opnieuw geboren bent, dan ga je het zien. Wat is dat opnieuw geboren worden? Dat is wanneer je Jezus aanneemt als je Heer en Redder. Je geeft je leven aan Hem. Je besluit om Hem te volgen. Je nodigt hem uit in je hart en de Heilige Geest. Ze zijn één, maar nodig ze gewoon allebei uit. Dan heb je het allemaal, het is allemaal goed. Nodig ze uit in je hart. Geef je leven aan hem. Geef je over aan hem. Dat is het opnieuw geboren. Maar dan komt er nog iets essentieels. Want eerst zegt hij wie het koninkrijk van God wil zien. Of niemand kan het koninkrijk van God zien. Tenzij hij opnieuw geboren was. Dus dat koninkrijk van God is niet later. Nee, dat is nu. Dan pas gaan we het zien. Want als wij zijn zoon, zijn dochter niet zijn, dan wandelen we nog in de duisternis. In ons vlees. En zijn we in de ellende. In het rijk van zonde. En van noem maar op, alles wat voortkomt uit de oude natuur, uit Satan, daar wandel je dan nog. En je ziet niks van het koninkrijk. De mensen die niet bij God horen, die zien daar niks van. Die zijn verblind. Je gaat het pas zien als je opnieuw geboren bent. Dan ga je het echt zien. En dan staat er nog iets. Dus dan ben je zijn zoon als je het gaat zien. Je hebt je leven aan hem gegeven. En dan zegt Jezus, voorwaar ik zeg u. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren is uit water en geest. En dat verwijst naar de doop. Met hem sterven. Johannes zei van, ik doop met water. Maar die na mij komt, die zal je dopen met het vuur, met de geest. En dat verwijst naar Jezus. Dus we moeten gedoopt worden in Jezus, in de naam van Jezus, in de naam van de Heilige Geest, in de naam van de Vader. Dus geboren, gedoopt worden in water en geest. En wat gebeurt er dan? Dan zijn we in zijn koninkrijk. Want wat gebeurt er? Romeinen 6 legt het heel mooi uit. En er zijn meer, Colossenzen 2, 3 en nog veel meer plekken waar het prachtig in Efeziërs ben ik het ook nog weer tegengekomen laatst, gisteren. Ik weet niet meer precies waar, maar Romeinen 6 zegt, beeldt het heel mooi uit. Het is echt prachtig eigenlijk, de doop, de waterdoop. Als baby, als mens, hè, zijn wij ook geboren in het water. De vruchtwater van onze moeder zat om ons heen. En het water brak en we kwamen eruit, we werden geboren. In zonde, gebroken, op zoek naar identiteit, naar liefde, naar wie we zijn. Gebroken van de liefde van God, maar Jezus kwam dat te herstellen. Zodat we weer één zijn, één met God. Hersteld in het beeld van God, in die volmaakte liefde.
met het doop, met de waterdoop, gaan wij opnieuw het water in. We breken het water. We sterven met hem. Dat is Romeinen 6, legt het heel mooi. En we komen het water uit. Afgewassen. Het lichaam van zonde staat daar. Is afgedaan. Is weggedaan. En we staan met hem op. In een nieuw leven. We zijn niet langer slaaf van de zonde. Niet meer gebonden. Geketend. Want dat betekent een slaaf zijn. Dat je gebonden bent. Geketend aan de zonde. Nee, we zijn met hem opgestaan. En we zijn nu een slaaf van gerechtigheid. Rechtvaardigheid. Gebonden en geketend aan de liefde van God. En Romeinen 5 zegt al, legt al uit, dat als we de geest ontvangen, en we ontvangen dan ook de geest, de Heilige Geest, dat bidden we dan ook. Ja, dat is ook wat de apostelen elke keer laat zien. Laten we vullen met de geest. Dan nodigen ze de Heilige Geest uit, zodat je wordt gevuld met de Heilige Geest. En dan komt de Heilige Geest in je hart. En de kracht van de Heilige Geest. De Bijbel zegt ook dezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood, die leeft in ons. Diezelfde kracht leeft in ons. Efeziërs 1, 1 Korintiërs 4, vers 28. Als ik het helemaal goed heb, die laatste, volgens mij wel. En op een andere plek ben ik het ook nog tegengekomen. Maar natuurlijk, als de Heilige Geest in je is, dat is de kracht. Dat is de kracht die ook Jezus deed opstaan uit de dood. Die leeft in ons. Daardoor kunnen we hetzelfde doen als Jezus. Zonder hem niet. Maar het vraagt geloof. Het vraagt volharding. En dan zullen we op hem gaan lijken. 2 Korintiërs 3, achteraan. Echt waar. Zoek het op, lees het. Het staat er echt dat wij zullen. En met zonder, hoe heet dat? Unveiled faces, dus zonder een sluier, zullen wij steeds meer veranderen. In het beeld van Jezus gaan van glorie tot glorie. Groeien, of ja, gaan van glorie tot glorie. Het is prachtig. Dus we staan met hem op. En oh ja, dus die liefde van God, die is in ons hart uitgestort door de geest. Romeinen 5, hè, Gods liefde, de agape-liefde, wordt in ons hart gestort. En we zijn een nieuwe schepping. We hebben Jezus ontvangen. We leven dan in hem en hij in ons. We zijn een nieuwe schepping. 2 Korintiërs 5. Wie in Christus is, die is een nieuwe schepping geworden. Al het oude is afgedaan. Weggewassen. En al het nieuwe is gekomen. Het woord zegt ook heel mooi. Ik geloof ook daarin. 2 Korintiërs 5. Colossenzen 2, 3, dat hij de schuld van ons af. De schuld is betaald. De zonden zijn betaald door Jezus. Ze zijn al lang weg. De schuld zouden we zelf nooit kunnen betalen. Het is allemaal genade. Het is Gods liefde wat ons heeft vrijgezet. En die liefde mogen we ontvangen. Gewoon ontvangen. Zodat we in diezelfde liefde zullen wandelen. Zodat we ook de anderen vrijzetten. Zodat we gaan schijnen. Hij zei van, ik ben het licht. Ik was het licht. Nu zijn jullie het licht. Zoals de Vader mij heeft gestuurd. Nu stuur ik jullie. Zodat jullie hetzelfde doen als ik. Dat jullie ook die vrijheid mag brengen. Dat je mag stralen, schijnen. Dat de mensen zeggen van, wat heb jij wat ik niet heb? Dat wil ik ook. Ik wil ook wandelen in die onvoorwaardelijke liefde. Want ik behandel jou als een vijand. Behandel jou als vuil en toch hou je van mij en toch behandel je mij terug met liefde. Hoe kan dat? En daar leg je hete kolen op iemand zijn hoofd. En op een gegeven moment breekt dat. En dan breken ze, want liefde overwint alles. En daar, dat is zo belangrijk, die liefde, dat we daar vanuit wandelen. En dat we weten dat dat die liefde, dat hij die liefde in ons plaatst. En dat we een nieuwe schepping zijn. En dat we, dat Johannes 8, zo prachtig. Waar hij zegt, als je, wie een slaaf, hij zegt dat tegen de Joden. Want de Joden die in hem geloven. Zo begint dat stukje tekst. Ik wil het toch even noemen, het is zo prachtig. Dus hij zegt tegen de Joden die geloven, zegt hij van,
Als je houdt aan mijn onderwijs, als je vasthoudt en je richt op mijn onderwijs, dan zul je mijn ware discipel zijn. Dus een volgeling van Jezus is dat niet iemand die in hem gelooft. Nee, je volgt hem. Je volgt hem. Een discipel is een volgeling. En de ware, je zult de waarheid kennen daardoor. Want je zult mij kennen. Want je richt je op mij. En Jezus is de waarheid. Hè? Dus je zult de waarheid kennen. En de waarheid zal je vrijzetten. Wie zet je vrij? Jezus zet je vrij. Jezus. Hij zet je vrij. Dat zegt hij tegen de Joden. En hun snappen er niks van. Hun zeggen van, ja, maar wij zijn toch nakomelingen van Abraham. We zijn nooit slaven geweest. Hoezo moeten we vrijgezet worden dan? En dan zegt Jezus, omdat die mensen nog leven in het oude verbond. Nog leven volgens de wet. En dus leven in zonde. Wie zondigt is een slaaf van de zonde. En een slaaf heeft geen permanente status. Geen permanente plek in het gezin. Maar de zoon wel en voor altijd. En wie de zoon vrijzet, is waarlijk vrij. Hij zei het al, hè? Als je mij kent. Als je de waarheid zul je kennen en ik ben de waarheid. En de waarheid zal je vrijzetten. Ik ben de waarheid. Ik zal je vrijzetten. Het woord zet vrij als we het woord kennen, als we het woord snappen, als we het begrijpen, als we de volledigheid kunnen pakken. Als we de liefde kunnen pakken, als we ons richten op de woorden van Jezus en gaan geloven. Is Jezus een leugenaar? Is God een leugenaar? Nee. Liegt hij als hij zegt? Liegt. En Jezus zei het zelf. Wie in mij gelooft en in de dingen die ik doe, zal hetzelfde doen. En meer. Dat zijn de woorden van Jezus. Het staat in zijn woord. Liegt hij? Liegt God? Het zijn wel de woorden van God. Want Jezus zei de woorden van de Vader. Niet zijn eigen. Waren niet zijn eigen woorden. Hij zegt het heel duidelijk in Johannes 12 ook. Het zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden van de Vader. Dus de Vader zegt, wie in mijn Zoon gelooft, zal dezelfde doen en groter en meer. Geloof het, lieve mensen. Het wordt tijd dat we het gaan geloven en dat we ons leven geven aan Hem. Dat we in die vrijheid gaan wandelen, in die ware vrijheid. Want verderop zegt hij, dan zegt hij tegen de, dat waren 40 minuten trouwens, ik wil proberen af te ronden. Dan zegt hij tegen de Joden. Oh nee, nee, ik heb het al wel even gezegd. Hè? Wie zondigt is een slaaf van een zonde. Maar wie de zoon vrijzet is waarlijk vrij. Ik doe het even korte versie. Jezus kwam om ons vrij te zetten. Van de zonde. Van die slavernij. Ik verwijs weer naar Romeinen 6. Hij kwam ons vrij te zetten van het vlees en ons te plaatsen in de geest, waar we echt vrij zijn. 2 Korintiërs 3, ook weer prachtig. Dat gaat eigenlijk weer over hetzelfde. De wet en de Joden leefden in de wet. De wet bracht alleen maar veroordeling, staat er ook. Maar de geest kwam om vrijheid te brengen en gerechtigheid, rechtvaardigheid. Dus dat we recht staan in Gods ogen, vrij. 2 Korintiërs 3 zegt ook, waar de geest is, daar is vrijheid. Vrijheid waarvan? Vrijheid om zondig? Nee, vrijheid om... Wat voor vrijheid? Vrijheid van de oude natuur. Vrij zijn van het verleden, van zonde. Van die oude natuur die gebonden was aan Satan. Al die tijd, aan zijn geaardheid, zijn wij nu vrij en mogen wandelen in Jezus. Mogen wandelen in zijn liefde, in zijn kracht. In vrijheid, weten en ons richten op Jezus, ons richten op onze Vader en op de Heilige Geest. En verklaren wie we zijn. En als Satan dan komt met leugens om jou te doen denken, je bent niet vrij. Dan bestrijd je de leugen met de waarheid. En dan zeg je hardop. Dat heeft hij dus al die jaren gedaan, hè? Bij mij. En hij probeerde het met die beelden om mij gebonden te houden. Maar ik zei van nee, nu niet langer. Ik ben uw zoon, u hebt mij vrijgekocht. Uw woord zegt, wie de zoon vrijzet is waarlijk vrij. Ik ben uw kind geworden, ik wandel in uw koninkrijk, ik wandel in uw liefde, ik wandel in uw kracht. Ik ben een kind van God, ik ben vrijgekocht met uw bloed. Uw offer was meer dan genoeg om mij vrij te zetten
volledig vrij in uw liefde, in uw kracht. Niet langer ben ik gebonden aan de oude natuur, want uw woord zegt, ik ben een nieuwe schepping geworden. Al het oude is afgedaan, het lust is afgedaan en het nieuwe is gekomen. De geest is gekomen, ik word hersteld en ik ben hersteld in het beeld van God. Pure, zuivere liefde is in mijn binnenste gekomen en stromen van levend water zullen uit mijn binnenste vloeien en leven zullen ze spreken. Niet langer de dood, want de zonde bracht dood, maar de geest brengt leven en vrijheid. Halleluja. En zo bestrijd je de leugen met de waarheid. En wat gebeurt er? De leugen vlucht. Want ze lopen een risico. Als ze weer komen met de leugen naar jou toe, en jij hoort die leugen, lopen ze risico. Of je gaat die leugen geloven, en je struikelt, of je gaat tegen de leugen in en je rent juist naar God toe en je verklaart wie je bent. Dus dan jaagt hij jou naar God. En dan ga jij steeds meer verklaren wie je bent, wie jij bent. Hoe vaker hij dat doet, wat hij bij mij heeft gedaan ook, hoe vaker ik naar God ga om te verklaren wie ik ben en om te danken wie ik ben. En ik heb er gewoonte van gemaakt en om elke dag en zelfs door de dag heen en 's avonds om meer en meer te verklaren wie ik ben in Christus. Lees het woord, lees de waarheid, richt je op Jezus. Weet dat je vrij bent, weet dat de Zoon gekomen is om ons vrij te houden van zonde, om vrij te zetten. 1 Johannes 3, lees dat ook eens. Echt, je zult versteld staan. Want dat vrij van zonde, dat is een groot probleem. Ik weet dat dat nou ook een groot probleem is binnen de kerk. Meneer, vrij van zonde? He, ik heb het zo net al even genoemd, Romeinen 7, die spreekt over de oude natuur. En 1 Johannes 1 ook, daar zitten een paar zinnetjes. Die verwijst naar de oude natuur. Maar daaromheen, kijk, al die brieven, we moeten niet 2 zinnetjes eruit plukken en ons daarop richten. Nee, dit is een hele brief. Lees het helemaal. Lees Romeinen 5, 6, 7, 8, zodat je niet struikelt en je alleen maar richt op die zonde. Want daar gaat het niet om. Dat is de verwijzing naar de oude natuur. Lees daaromheen. Het gaat om de vrijheid. Hij is gekomen om ons vrij te zetten van die leugen. We zijn juist niet meer slecht. We zijn geplaatst in zijn gerechtigheid. Rechtvaardigheid. Hij heeft de schuld betaald. En we moeten niet boosten in mijn zonde. We moeten, Romeinen 6 zegt ook van, we moeten onze leden niet blootstellen. Niet geven aan de zonde, aan de slavernij weer. Nee, want dat doe je als je zegt van, ik ben zondig, ik ben slecht. Dan zeg je dan, zijn offer was niet genoeg. Het was niet genoeg. Ik ben zondig, ik blijf zondig en slecht. Nee, dat is niet wat het woord zegt. Hij kwam om ons vrij te zetten. Als we dat doen, dan stellen wij ons bloot aan de leugen. En dan geloven, houden we vast aan de leugen. Aan die gebondenheid aan zonde. Dat is niet wat het woord zegt. Hij kwam om ons vrij te zetten. Dus geloof die leugen niet langer, lieve mensen. Want ik weet dat een hele hoop christenen daar ook mee worstelen. Met dat we niet vrij zijn. We zijn wel vrij. En als, kijk. Romeinen 8 zegt ook. Als je in de geest bent. Wie in de geest is, die richt zich op de geest. Als jij weet dat je vrij bent, dan voel je ook vrij. Dan voel je je vrij om naar hen toe te gaan. Al die jaren twijfelde ik of ik wel vrij was. En wat is het gevolg? Ik veroordeel mezelf. Brengt dat me dichter bij God? Nee, dat houdt me van hem af. Maar hij zegt van, ik heb jou vrijgekocht. Je bent vrij. Je schuld is betaald. Kom bij mij. Dus vlucht van die leugen. Het is een geestelijke strijd in ons hoofd. We moeten de leugen. Alles wat in ons hoofd komt, dat hoort niet bij ons. Dat is niet onze identiteit. Satan, zijn demonen proberen ons leugens in te fluisteren. Niet naar luisteren. Spreek de waarheid. Verklaar de waarheid over je leven. En ga naar God. En dank hem dat je vrij bent. En geloof niet alles wat je hoort. Want Satan zal je proberen te verleiden. En Johannes 1, hetzelfde, het staan ook een paar woorden. En als je dan doorleest,
Dan staat er direct 1 Johannes 2. Was de bedoeling dat we zondigen? Nee, dat je weet dat je vrij bent van zonde. Dat hij je vrijgekocht heeft, dat we niet meer zondigen. En als we dan struikelen, als we dan wel een keer vallen, doordat we die leugen, dat we even niet doorhebben van dat het een leugen was en we zondigen, dan keren we alsnog terug naar God en zeggen, Heer, dit is zo niet wie ik ben. Dit is zo niet wie ik ben. En je bekeert je. En je zegt van, Heer, ik hoor bij u. U hebt mijn zonde vergeven. Dank u, Heer. En je dankt God in alles. Dank de Heer dat hij je vrij heeft gezet. Dat hij je vrij heeft gekocht. En 1 Johannes 3, zo prachtig. Daar staat zelfs, wie in Christus is, kan niet blijven zondigen. Want zonde komt voort van Satan. Zonde komt uit Satan. De leugenaar, die heeft gezondigd vanaf het begin. Wij zijn vrij van zonde. Kijk, kunnen we niet zondigen? Ja, als jij gelooft in de leugen en als hij komt en jou weer probeert te verleiden, dan kun je struikelen. Maar als je in Jezus blijft en je dus daarvan afkeert, je kan niet blijven zondigen. Hij jaagt jou steeds meer naar Jezus. Dus geloof de leugen niet. Als je verder leest in 1 Johannes 3, daar staat ook wie uit God geboren is. En dan Johannes 1, Johannes 3, wie uit God geboren is, die kan niet blijven zondigen. Want het zaad van God is in hem geplaatst. En dan staat er nog een keer, want wie het zaad heeft ontvangen is uit God geboren en kan niet blijven zondigen. Het is prachtig, het staat daar al 3 keer, maar in 1 Johannes 5 staat die ook bijvoorbeeld weer. Volgens mij in 4, ik weet het niet, maar het staat er zo vaak als wie uit God geboren is. Ik zou zeggen Google, of nee, gebruik de concordantie. Ga zoeken van waar staat het allemaal, uit God geboren zijn. We zijn dan vrij, zijn zaad is in ons, hè? We zijn een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. Al het nieuwe is gekomen en we mogen op hem gaan lijken. Efeziërs 4 en 5 heb ik gisteren en vandaag ook even gelezen, een stukje ervan. En Efeziërs 5 begint met een prachtig beeld van, nu wij zijn kinderen zijn, dat we, oh, we gaan die ook nog. Be imitators of God, staat er. Therefore, be imitators of God. Zoiets begint hij, volgens mij, Efeziërs 5. Ik vond het prachtig. Imitators, dus we moeten God nadoen. Dan denk ik van, ja, maar we kunnen God niet nadoen. Oh nee. Jezus deed het wel. Die deed wat hij de Vader zag doen. En hij zegt, doe wat ik doe. Wie gelooft in mij en in de dingen die ik doe, zal dezelfde doen. Dus kunnen wij God nadoen? Ja. Maar wat doen we daarna? Liefde. Wandelen vanuit liefde. Dat is God nadoen. Dat is hem volgen. Imitators. Hem navolgen. Hem volgen. Doen wat hij deed. Handelen en wandelen uit liefde. 1 Johannes 2. Wie beweert in mij te zijn, die wandelt en die leeft zoals Jezus dat deed. Weer. Dus Jezus nadoen. Hem volgen. Hem gehoorzaam zijn. En hij helpt jou ook van die ego af. En daar wil ik het volgende keer over hebben, want dit filmpje wordt anders veel te lang. Die ego, dat is echt een dingetje. En daar ga ik het volgende keer over hebben. Want ik vind het, ik ben ontzettend dankbaar met dit filmpje. Blij, want ik geloof toch dat het net even weer wat duidelijk maakt dat wij hem kunnen volgen. Echt waar. We behoren hem te volgen. We behoren Jezus te volgen. Dat is de waarheid. En het is allemaal genade, lieve mensen. Echt. Het is, zijn liefde is in onze harten gestort. Het is allemaal overgave. Het is genade. We zijn geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij justified, gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij verheerlijkt. Glorified is het in het woordje Engels. Nou, volgens mij is glorified verheerlijkt. Dus hij verheerlijkt ons. Dat klinkt misschien raar, daar ben ik ook nog. Maar volgens mij is dat gewoon
glorie is de manifestatie van zijn liefde. Dus wat er eigenlijk gebeurt, is zijn liefde manifesteert in ons. En dat uit zich, zeg het maar, in wonderen, in tekenen, in genezingen. En dus waardoor uiteindelijk de naam van Jezus wordt verheerlijkt. En God wordt verheerlijkt door ons heen. Wij worden niet verheerlijkt, nee, Jezus wordt door ons verheerlijkt. God wordt door ons verheerlijkt. Het is ook niet de bedoeling dat wij verheerlijkt worden, want dan gaat het weer om ons. Dan wordt het weer een ego dingetje. Satan zal je misschien proberen te verleiden om dat te denken. Hij zal ook proberen christenen te laten vallen, dat ze trots worden op datgene wat ze kunnen. Maar weet, lieve mensen, wij kunnen niks. Het is overgave, het is genade. Als wij geloven, dan komt genade ons tegemoet. En die genade zorgt ervoor dat de wonderen en tekenen gaan komen. Dat de manifestaties van zijn liefde, dat de glorie gaat komen. Zodat zijn naam verheerlijkt wordt in alles. Het gaat niet om ons. Maar Jezus is wel voor ons gestorven om ons vrij te zetten. Zodat wij op hem gaan lijken. En dat zijn naam verheerlijkt wordt. En heeft God dat nodig? Heeft Jezus dat nodig? Dat ze verheerlijkt worden? Dat ze daar in de hemel zitten? Zo van, kom maar. Ja, oh. Nee, dat hebben ze niet nodig. Maar wij wel. Wij hebben het nodig om hem te verheerlijken. Om hem te vergroten. Waarom? Zodat wij op hem gericht zijn. En niet op die ego. Want die ego komt voort uit Satan. En die moet dood. Romeinen 8 zegt, put to death the deeds of the flesh. Dus als het vlees weer omhoog komt kruipen. En je wilt reageren vanuit je ego. Geïrriteerd. Teleurgesteld, boos, put him to death. Maak het dood. Want het is niet van God. Liefde is onvoorwaardelijk. Ik wil het hierbij laten. Ik wil je alle vrijheid toewensen. En ik hoop dat je hier aan wat aan hebt gehad. Dat het je ook vrijheid mag brengen. Dat hoop ik echt. En ik ga het nog verder hebben over de ego en dan in een deel 4. Maar ik denk dat dit wel een goed punt is om te stoppen, om dit filmpje af te sluiten. En nogmaals wil ik je toespreken en toewensen. Wie de Zoon vrijzet, is waarlijk vrij. Echt waar. Amen.